Antarctica komt, dat is een onderneming op zich natuurlijk. Je vliegt vanuit Amsterdam, in mijn geval naar Parijs, je kan ook over Londen. En van Londen of Parijs vlieg je dus naar Argentinië. In Argentinië land je op Buenos Aires en dan vlieg je binnen Argentinië nog een keer. En dan ga je naar Ushuaia, dat is het meest zuidelijke puntje. Om het al is het 1 uur naar Parijs, 17 uur naar Buenos Aires en 4 uur naar Ushuaia. Daar wacht een boot op je. En dan is het of anderhalve dag of 3 dagen, dat ligt een beetje aan het weer. In mijn geval was het dus 3 dagen. En dan ben je bij het 7e continent. Beautiful hoteliers. My name is Michael, I'm the hotel manager on board. And together with Katie, you met her at the check-in, and our team from the hotel, we're here to make you life on board inside the ship walls as cozy and as home as possible. I'm not the weatherman, but I know some things about the weather. And I can guarantee you that during this trip on the Drake Passage, there will be wind. Definitely. Na vertrek. Ja, dan staan 3 dagen op zee hier te wachten. Allereerst 125 man aan boord, dus genoeg kennismaking en babbelen. We wisten van tevoren dat er een storm zou zijn en uiteindelijk bleek die windkracht 11 te zijn. De lezingen, de activiteiten die we gingen doen, is de voorbereiding nodig, dingen die je moet weten, de regels van het continent, wat mag er wel en niet aan land komen. Ja, fotograferen van vogels, de zee. Later natuurlijk de ijsbergen. Thank you very much.